Daar zijn we weer voor de 14e keer. We gaan dit jaar iets minder makkelijk op vakantie dan normaal. Dus wij dachten van we halen de landen naar ons toe en we beginnen met Griekenland. Ik wilde het vandaag in het Grieks gaan doen, maar ik heb even geoefend. Er kwamen hele vieze lelijke woorden uit, dus we gaan het toch maar een beetje in het Nederlands vertellen. Dat gaan we vandaag maken. Moussaka. Goed, iedereen kent het wel denk ik. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Maar goed, je moet wel zorgen dat alles goed gaar is. Want als een aubergine niet gaar is, is het gewoon niet lekker. Ik heb er een aantal ingrediënten voor. Ik ga wat tzatziki erbij serveren. Van een mooie dikke Griekse yoghurt, zeg maar. 5% vet, dus dat lijkt heel vet, maar is het niet. Ik heb wat knoflookgranulaat. Dus een concentraat eigenlijk van gedroogde knoflook, wat heel lekker is in de saus. Ik heb wat kaneel. Ik heb wat curry. Ik heb wat majoraan, ik heb wat olijfjes, aardappel, komkommer, tomaatjes. Ik heb wel wat aardappels al voorgekookt, zeg maar, want anders dan duurt het te lang. Ik heb uitjes, knoflook, verse knoflook, aubergines, marjolein en majoraan. En natuurlijk, uiteraard, een lekker glaasje ouzo. Tenminste, lekker, je moet ervan houden. Mooie olijfolie, ik heb wat melk en een glas gin tonic voor mezelf. Ik heb vandaag 3 eitjes staan. Het is niet, we vinden het natuurlijk helemaal niet erg als je thuis ook 3 eitjes hebt staan, dan mag dat gewoon. Maar in dit geval doen we dat even omdat het gerecht meer dan 40 minuten in de Big Green Egg moet. Dus ik heb ook wat voorbereid. Maar in principe kun je alles natuurlijk gewoon normaal op 1 Big Green Egg maken. In dit geval starten we met de sauzen. En ik ga eventjes een pannenwissel doen. Ik heb een geëmailleerde Dutch oven en ik gebruik altijd een geëmailleerde pan als ik niet wil dat mijn producten gaan kleuren. Dus bij wijze van spreken een geëmailleerde pan gebruik ik voor een wat heldere sauzen, sauzen die ik niet wil dat ze bruin worden. Maar maak een stoofschotel, een Vlaamse stoofschotel, kun je gewoon een mooie gietijzeren pan gebruiken. Dat is helemaal niet erg. We starten met de witte saus, de bechamel. Bechamel hebben we een uitje voor nodig. We hebben een mooie... Het is nog geen december, maar Sinterklaas is langs geweest. Ik heb een hele mooie messen. Dus dan gaan we eventjes voorzichtig bij ons een loeischerp. Ik ga een uitje snijden. En het uitje gaan we in de boter garen. En daarbij doe ik eigenlijk de kaneel. Wat ik wil, kijk, kaneel is eigenlijk een onderdeel van dit gerecht. En daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want doe je te veel, dan gaat het richting een dessert. Maar het geeft wel een hele specifieke smaak in de moussaka. Uitje hebben we gesnipperd. Dan doen we een klontje boter in de Dutch oven. En hij is warm. Laat hem ademen. Boter erin. En de boter is eigenlijk de basis voor een roux. Dus de roux is eigenlijk boter smelten. Ik doe de uitjes erbij. Ik heb de specerijen erbij. En ik doe het lekker met die boter al, dat ze een mooie smaak af kunnen geven. Ik heb ook het komijn. Komijn mag je meer gebruiken dan de kaneel. Want komijn is ook een hele mooie specifieke smaak die in de moussaka gaat. Dus gebruik ongeveer 2 delen komijn en 1 deel kaneel. De pan is warm. De boter is mooi aan het smelten en ik laat even mooi de smaken samenkomen. Dan heb ik een beetje bloem. Bloem doen we bij de boter en die laten we mooi binden. Ongeveer heb ik een eetlepel boter gebruikt, daar doe ik ook een eetlepel bloem op. En die moet wel even garen. Als dit niet gaart, dan een beetje deze kant ophalen. Kijk, je ziet eigenlijk op deze manier, moet je even mooi garen. Anders krijg je echt zo'n bloemsmaak. Dat willen we niet. Dus eventjes een minuutje dekseldicht. Dan ga ik ondertussen alvast het uitje snijden voor de rode saus. Even kijken hier. Knoflook heb ik daarbij. Als je een uitje snijdt, zorg dan altijd dat je dat gladde velletje eraf haalt hier. Want als dat blijft zitten, dan wil je wel eens met je mes uitschieten. Natuurlijk niet als ze vlijmscherp zijn. Maar dit vliesje eigenlijk, dat vergeet men wel eens weg te halen. En dan, kijk, je ziet hem ook. Deze
En dan wil je wel eens met een botmes over uitglijden. Dus zorg dat hij weg is. Dan snijd het veiligst. Chef, ja. Kun je ook een ander soort pan gebruiken als je nog geen douche-oven hebt? Ja, dat kan. Als die hittebestendig is, kun je eigenlijk iedere pan gebruiken. Alleen een gietijzeren pan gebruik ik alleen als die als iets mag kleuren, zeg maar. En in dit geval wil je niet dat het gaat kleuren, dus gebruik een geëmailleerde pan. Maar het zou ook een soort hittebestendige pan kunnen zijn waar je een soort teflon tefallaag in hebt. Dan kan het uiteraard ook. Nou, we zien hier dat die mooi, kom er maar bij met je camera. En je ziet dat die mooi gebonden is eigenlijk. De bloem is gaar. En dat is wel belangrijk altijd als je een roux maakt om te binden, dat je altijd met koud en warm werkt. Dus is je roux koud, dan mag je massa warm zijn. Is je roux warm, is je massa koud. Als het allebei warm is, dan gaat hij in de schift. Dus op deze manier gaan we eigenlijk het basis bechamel maken. En die heeft dan een mooi vleugje kaneel, wat heel mooi eigenlijk bij die aubergine past. Roer hem even door. Wat we nu gaan doen is even naar zijn kleinere vriend. Ik heb hier de medium staan. Gebruik ik alleen maar even dat we hier gewoon door kunnen gaan met koken. En thuis kun je natuurlijk op het gemak even saus afmaken. En nu zet ik hier even een wat grotere Dutch oven in. Ik wil namelijk zo mijn gehakt gaan rullen. En ik wil een saus maken die wat sneller gaar is. We kunnen dat uiteraard in de Dutch oven doen. Wat ook een geniaal apparaat is, we hebben een wok. Als je die wok gebruikt, kun je eigenlijk heel snel dit soort sausen maken. Omdat die temperatuur zo hoog is, is dat wel heel fijn om dat te doen. Ik ga even de knoflook zo maken. Ondertussen laat de vlek die pan goed heet worden. Ik heb daar, wat ik al zei, een grote pan voor gepakt, omdat ik dan een grote bodem heb, waardoor ik ook meer massa en temperatuur krijg. Ik heb wat verse knoflook hiervoor. En je ruikt al die kaneel ook zo gewoon. Het is bijna, ja, we zitten in Santorini vandaag. Het weer zit niet helemaal mee. Maar goed, we willen niet alles hebben, hè, vandaag. Oké, okay, ja. Wat is het voordeel om dit gerecht op de bikkernek te maken? Nou, dat zul je dadelijk zien. Uiteraard natuurlijk die roasting taste. We gaan natuurlijk de smaak van de saus, van het houtskool, die trekt ook in die saus. Omdat we voortdurend roeren eigenlijk, zie je dat die saus, of die aroma's mooi in die saus trekken. Maar vooral gaan we zo meteen die aubergine, die gaan we grillen op het gietijzer. En die smaak, die trekt natuurlijk onwijs in het gerecht door. En dat is eigenlijk het voordeel. En aan de andere kant ook, als die daar klaar is, zul je zien dat die gewoon eigenlijk zo rustig gaart. Omdat we hem dan indirect eigenlijk door gaan garen. En dan krijg je eigenlijk, doordat het rondom eigenlijk een gelijke oven is met veel hittestraling, zal hij heel langzaam zijn warmte tot in de kern krijgen. En het is heel belangrijk dat alle producten goed gaar zijn. Want ik al zei, als aubergine niet gaar is en je gaat eten, je hebt zo'n sliert van die schil die hard is, dat is gewoon heel vies. Dus je aubergine moet goed gaar zijn. Als ik dit gerecht in de oven zou maken, krijg ik een hele droge, krokante korst aan de bovenkant. En in dit geval zal het niet gebeuren. Gaat die, wordt hij lekker sappig, omdat die bikkernek ook zijn vocht vasthoudt. De uitjes gaan in de pan bij de boter. Ook hier weer een beetje komijn en wat kaneel. Ook weer kaneel, een klein beetje. De kaneel die wil je eigenlijk niet meer terugproeven, alleen wel de zoete tonen van de kaneel. En die komijn die mag je ook proeven. Dat is gewoon onwijs lekker bij dat gehakt. Nou, deze laten we even een klein beetje smaak afgeven. Ik snij een teentje knoflook. Kijken. Deze. Even pletten. Goeie vraag, chef. Het verschil tussen knoflookgranulaat en knoflookpoeder? Ja, knoflookpoeder is fijner en knoflookgranulaat is wat grover. Dus die is in de start ook natuurlijk wat grover geweest, is gedroogd, dus is heel sterk geconcentreerd van smaak. Dus de granulaat is iets sterker van smaak dan de poeder.
En omdat hij in een natte massa gaat, zal hij zich mooi oplossen en mooi zijn smaak afgeven. Dus poeder is wat fijner. En hier hebben we de knoflook, de verse knoflook. Die gaat erbij. Nou, ik hoop niet dat mijn Griekse vlaggetje dadelijk gaat smelten. Dat zou zonde zijn, hè? Nou, je ziet mooi hier ook weer ui, boter, alles geeft zijn smaak af. Ook hierbij gaan we wat gehakt gooien. Ik heb gewoon een runder gehakt eigenlijk, maar je zou het natuurlijk ook heel mooi met een lamsgehakt kunnen doen. Kan zelfs met een kip gehakt als je wil. Belangrijk is dat die mooi los is. We gaan hem rullen, maar niet zoals ze gewend zijn, helemaal klaar. Dat hoeft niet, omdat er zo meteen, belangrijk is dat hij los is, zeg maar, dat alle ingrediënten mooi gemengd zijn. Dat zie je nu ook wel gebeuren. Hij hoeft niet helemaal gaar te zijn, want er gaat nog saus op zo meteen. En als ik hem helemaal ga rullen totdat hij krokant is, dan duurt het ook wat langer voordat hij weer mooi zacht is eigenlijk. Dus hij mag best een beetje rauw blijven. Ik heb een mooie tomatensaus, een biologische tomatensaus. Kun je natuurlijk ook gewoon zelf maken. Dat is geen probleem. Wat heel leuk is als je tomatensaus maakt, om je tomaten te plisseren. En doe ze dan eerst een beetje op wat kerstzout roken. Als je tomaatjes rookt en er vervolgens dan saus van gaat maken, uitje aanzetten, olijfolie erbij, tomaatjes erbij, mooie bouillon erop, laat je hem trekken, dan heb je een hele mooie tomatensaus. Als ik dat ook nu nog moet doen, dan zit er morgenochtend nog Griekse tv te kijken, dus dat gaan we niet doen. Dus ik heb een hele mooie biologische saus gekocht, maar uiteraard kun je die zelf maken. Nou, je ziet hier al, hij is lekker warm, dus het gaat lekker vlot, omdat ik een grote bodem heb eigenlijk. Je ziet nu dat hij nog niet helemaal gaar is, maar hij is wel los. Dat is eigenlijk de bedoeling. Nou, ook hierin gooien we een eetlepeltje bloem om te binden. Dan kan het zijn, mocht de vraag komen van onze vaste kijker die glutenvrij is, ben ik hem vandaag voor. Uiteraard kan je een beetje rijstbloem gebruiken, maar je zou ook aan het einde natuurlijk met een beetje aardappelzetmeel de saus af kunnen binden. Nou, en ook hier zie je weer, deze massa is warm. De bloem is gegaard en dan gaat de tomatensaus erop. En laat even lekker pruttelen. Nou, wat doen we dan als laatste erbij? De verse kruiden, niet te veel. Dat zijn namelijk hele aromatische kruiden. Dus gebruik vooral niet te veel. Het geeft ze frisheid en zelfs een klein beetje scherpte. Maar als je hier te veel van gebruikt, dan wordt het echt te geparfumeerd. Dus ik doe echt maar een topje eigenlijk, dat zie je hier ook. Als je gedroogde kruiden gebruikt, kun je wel wat meer gebruiken. Gedroogde majoraan, dan is het niet zo heel erg sterk. Maar die verse die is echt heel sterk. Nou, gloeien even. Lekker. Dan even een beetje temperen. Zo. Chef, je had het net al even over tomaten plisseren. Ja. Kun je vertellen hoe jij dat doet? Ja. Ik koop ze kant en klaar. Nee. In principe heb ik altijd een grote pan met water. En dat water laten we eigenlijk koken. En dan heb ik wat tomaten, maak ik een klein kruisje en eigenlijk aan de bolle kant. En ik haal het kroontje eruit. En wat ik dan doe is de tomaat eventjes zo'n, pak een beet, 10, 15 seconden in het kokende water. En vervolgens in het ijskoude water, want ze moeten even schrikken. En dan kun je heel mooi het velletje losmaken. En het velletje haal je dan weg. We doen het eigenlijk voor bereidingen waarin je de saus niet meer zeeft. Of als die tomaat niet echt heel lang doorgewarmd wordt, halen we altijd het schil eraf. Nou, we hebben hier lekker de sausjes die opstaan. Ik denk dat deze is zelfs al gewoon. Die is er al. Gaan we even afproeven. Zo snel gaat het. Zo, eens even kijken. Als je proeft, probeer jezelf aan te leren altijd met twee lepels te werken. Ik ben wel eens geneigd om een hap te nemen,
Maar als je nu een hap neemt, deze saus is gebonden, dan krijg je een dikke lip, zeg maar, want het wordt echt onwijs heet. Dus pak een klein beetje op de lepel, leg het op de andere lepel, blaas even. Even proeven. Hij is bijna lekker, maar nog niet helemaal. Nog wat zout in, peper. Zo. Hij ruikt heerlijk. Ja. Super lekker. Ja, nu wel. Hij is gewoon gelukt. Ik zet deze even aan de kant. En we even bechamel checken. Je zit er ook aan te komen. Die hoeft niet heel dik te zijn. Het is juist lekker als hij dadelijk gaat als laatste eigenlijk over de aubergines heen. En als hij een klein beetje wat iets dunner is, dan loopt hij mooi eigenlijk overal tussendoor. Dus dit is wel een mooie dikte, mooie sausdikte. Zie je dat zo? Dus die gaan we ook aan de kant zetten. Bon, dat zijn sausjes. Dan gaan we naar de courgette toe, of de courgette, de aubergine. Bijna hetzelfde. Aubergine. Kop en kont eraf. Plakjes snijden van pak een beet, 3-4 mm. Die gaan we mooi grillen. Ik heb mooie kleine bakjes waar er ongeveer 4 plakken in een bakje gaan. Ik gebruik mooie olijfolie, belangrijk. Als je goede producten gebruikt, dan is het een kwestie van alles samenvoegen. Lekker flink wat olijfolie. Sowieso is het onwijs lekker. Maar je hebt het ook nodig om die aubergine te grillen. Die zuigt zich lekker vol met die olijfolie. En die olijfolie gaat eigenlijk lekker door die saus heen. Mocht je nou dit gerecht, de Griekse smaak, niet zo heel erg lekker vinden, dan kun je hem eigenlijk heel makkelijk een Franse twist geven. Dus dan ga je gewoon met andere kruiden specerijen werken. Dan zou je bijvoorbeeld die aubergine mooi af kunnen blussen met dat sherry. Dan zou je wat thym, rozemarijn kunnen gebruiken, tomaat, basilicum. En dan ga je eigenlijk al de grens over en dan zit je in Frankrijk. En zo makkelijk kun je eigenlijk een gerechtje je persoonlijke touch geven. Ja, Frankrijk doen we volgende week. Dus we halen het even op Griekenland vandaag. Ik doe wel alvast een beetje zout erop. Mijn zout is natuurlijk hygroscopisch. Trek het vocht een beetje uit die aubergine. Het lijkt veel, er valt ook veel van af nog. En die gaan we mooi grillen. Ik heb daar de cast iron grid. Gietijzeren rooster hebben we erop liggen. Dat doen we omdat we gewoon echt maximale roasting taste. En dan komen we op jouw eerste vraag van waarom, wat is het voordeel om dit op de Big Bear Neck te doen, is puur smaak. Smaak, smaak, smaak. Een goed product, mooie groentes, mooie olijfolie, mooi gehakt, gewoon echt eerlijke producten. Als je dat allemaal samenvoegt, dan kan het niet misgaan. En dan inderdaad op de Big Bear Neck. Perfect. Oké, dan hebben we, even ruimte maken. We hebben wat aardappeltjes, die heb ik al gekookt. Ik heb daar een vastkokend aardappeltje. Ik gebruik een Nicola aardappeltje. Waarom? Dat je die echt goed gaar kunt koken en dat die wel mooi zijn vorm blijft houden. En die is gewoon heel lekker. Als dadelijk alles door elkaar in gaat, neemt die mooie smaak op. Ik heb deze al gekookt, gewoon puur in water met zout. 20, 25 minuutjes ongeveer. Ruimte zien. Schilletje haal ik eraf. Ik kook hem wel in de schil. Geeft mooi zijn smaak. Je kunt de schil laten zitten, maar ik vind het toch ook een klein bittertje geven, dus ik hou liever de schil eraf. Zo. En het makkelijkste is, tenminste het makkelijkste,
Als je aardappeltjes kookt, en je saus is warm, aardappel is warm, alles is warm, zet hem in elkaar. Schuif hem dan in totaal in de Big Green Egg en dan zal je zien als alles warm is, dan gaat hij heel lekker snel pruttelen. Dan neemt hij mooiste smaak op. We gaan even de aubergine draaien. Nog even over dat zout wat in de vocht uit de aubergine trekt. Ja. Is dat erg? Nee, dat is juist fijn. Als een aubergine te droog is, dan is het moeilijker grillen. Je ziet nu ook dat hij soepel wordt eigenlijk. Omdat hij eigenlijk, ja, het vocht komt eruit door het zout en het grillen. Dus dat is helemaal niet erg. Dat doen we ook met de komkommer zo meteen voor de tzatziki. Nou, hier zie je mooi al dat hij lekker zijn smaak krijgt. Heerlijk. Oké, ik heb daar mooie bakjes voor. Dan doen we eerst de aardappel op de bodem. Gewoon lekker wat plakjes. Huppakee. En mocht je nou niet van aardappel houden, iedereen zit tegenwoordig koolhydraatarm te eten, kun je natuurlijk ook dat mooie grove stukken courgette erin doen, paddenstoeltjes. Dan maak je het zo je eigen gerechtje eigenlijk. Kan de yoghurt nog voor iets vervangen worden? De yoghurt is voor de tzatziki. Dus tzatziki basis is yoghurt. Dus voor de tzatziki een andere manier yoghurt lijkt me niet echt handig. Dus nee. Nee, zo is een antwoord. Ja. Nee, je kunt er wel natuurlijk een ander sausje bij doen. Je zou natuurlijk wel gewoon lekker de komkommer gewoon op het zout kunnen zetten met een mooie olijfolie. En dan met bijvoorbeeld een beetje verse dille of zo kun je gewoon echt een hele lekkere komkommersalade maken met knoflook. Past natuurlijk heel goed bij dit gerecht. Maar als je tzatziki zonder yoghurt, ja, dat moet nog uitgevonden worden. Als je tegen een Griek zegt, dan hakt hij je vinger eraf. Dus dat gaat hem niet worden. Oké. Okay. De courgette eraf halen. Courgette zeg ik het weer, hè? Aubergine. Ja. Die dingen lijken ook zo op elkaar. Groen en paars. Ja, als je een beetje kleurenblind bent, dan maakt het niet uit. Oké, okay. Dan gaan we opbouwen. We hebben de rode saus. De aardappels liggen al erin. Dan gaat de rode saus over de aardappel heen. Nou, moet je ze ruiken. Dat is echt lekker. En daarom is het belangrijk dat je toch een aardappeltje hebt die goed gaar is. En ook zijn bite blijft houden. Dus een Nicola aardappeltje of een Charlotte aardappeltje. Die is er uitermate geschikt voor. Dat is het eerste laagje. Het is eigenlijk het... ja. Het lijkt een beetje het opbouwen als een lasagne, maar als je dat tegen een Italiaan zegt, dan vindt hij dat ook niet leuk. Het is echt wel een mooi Grieks gerecht. Je zou de aardappel ook voor een... die Grieken hebben ook zo'n soort rijstekorrel, zo'n risola die op rijst lijkt. En pasta is dat eigenlijk. Die zou je ook mooi eronderin kunnen doen, want die neemt ook mooi de smaak op en de saus op. Dus dat is ook heel lekker. Doen we nog een laagje saus. Ja. En je kunt dit natuurlijk ook in een hele grote schaal maken. En dan is het gewoon lekker sharing. Lekker met z'n allen lepelen uit die grote bak. Dat mag. We eindigen met bechamel, met de witte saus. Weg. Chef, ja. Ben je bekend met het Griekse gerecht Tico? Sorry als ik het goed uitspreek, maar... Ik probeer het eens goed uit te spreken, dan weet ik het misschien wat je bedoelt. Ik weet het niet. Nee, heel eerlijk. Het is gestoomd lamsvlees, ja? in een pakket. In die wijnbladeren denk ik, of niet? Of een bak... Ja, ik ken het niet. Maar de vraag is eigenlijk of het ook goed kan op de
Ja, zeker. Weet je, als je natuurlijk de Big Green Egg indirect gebruikt, dan wordt het natuurlijk een oven. En dan kun je eigenlijk de gerechten die juist die ergens ingepakt zijn, zelfs in vetvrij papier, maar ook in een wijnblad, dat doen ze natuurlijk ook veel in Griekenland, kun je dat heel goed klaarmaken. En gebruik dan gewoon een plateautje waar je het op klaar kunt zetten. En dan indirect, en dan zou ik niet te hoog gaan, dan ga je 150, 160 graden en dat is geen probleem. Bon, die bechamel die lopen lekker doorheen. Even wat kaas erop doen. Ja, is geen Durex kwaliteit. Sorry. Okay. Deze wel misschien. Nou, het gaat hem niet worden. Dus we doen het even zo. Dat is op zich natuurlijk niet erg, want als een handschoentje vies is, over de grond gaat en je gebruikt hem, dan is het niet per definitie schoner. De kaas gaat er lekker royaal op. Ik heb hier een geitenfeta voor. Uiteraard kun je daar natuurlijk ook een ander kaasje voor nemen, maar ja, we gaan niet voor niks in Griekenland, dus we doen het wel een mooie feta erop. Lekker royaal. En dan plaatsen we hem zo meteen indirect in de Big Green Egg. Dus dit is je mise en place. Dit kun je natuurlijk ook voorbereiden. In het recept staat dat je hem op 190 graden zo'n 30, 40 minuten gaart in de Big Green Egg, of eigenlijk doorgaat. Als je hem koud hebt, uit de koelkast, voor hebt bereid, ga dan even wat omlaag met je temperatuur. Begin dan gewoon op 140 graden. Zorg dat hij eerst door en door warm is. Dan ga je langzaam de temperatuur opvoeren naar die 180, 190 graden. Dan is er niks aan de hand. Dan begin je gelijk op hele hoge temperatuur, dan zal hij te snel warm worden aan de buitenkant en willen wel een mooi egaal gaat kleuren. Dan gaan we tzatziki maken. Zo lekker erbij. Een kommetje. Haal het schilletje vanaf. Hoeft niet per se. Als je het lekker vindt, als je hem even wast, kun je ook het schilletje wel laten zitten. Ligt eraan hoe grof je hem maakt eigenlijk. Maak even een klein beetje. Kontje eraf. Ik gebruik ervoor een mandoline. En een mandoline is met een mesje heel fijn eigenlijk. Kun je mooi de reepjes maken. Even een beetje peper en zout erop. Het zout ook weer hier mag je wel iets eerder doen, zodat het eigenlijk weer het vocht eruit trekt. Dan kun je het mooi uitknijpen zo. Peperzout. Een beetje knoflookgranulaat. En dan doe ik wat verse knoflook erheen. Best wel een teentje of drie ingooien, is lekker. Dan heb ik, wat ik al zei, die Griekse yoghurt. Ja, ook hierin kunnen we natuurlijk weer, als mensen zeggen, ja, maar het is maar 5% vet, dus het valt reuze mee. Maar je kunt ook natuurlijk gewoon een magere yoghurt of halfvolle yoghurt. Hang hem dan even op een doek, net als hangop. Laat het vocht eruit lopen, heb je mooie dikke magere yoghurt. En dan kun je hem ook mee maken. Dus dan weer wat gezonder, wat minder vet. Eventueel als je het lekker vindt, ik ben niet echt een liefhebber van, maar je zou er ook nog een beetje vers gesneden mint doorheen kunnen doen. Nou, ik laat die weg omdat ik mint is lekker in je tandpasta, maar niet in mijn knoflooksaus. Lekker veel knoflook, dat mag je wel hebben. Je zit in Griekenland. Dan is het even mengen. En als deze een minuut of 10 staat,
kun je hem eigenlijk heel makkelijk, dat zie je nu al gebeuren, uitknijpen. Het vocht moet eruit. Gaat lekker bij de yoghurt, die komkommer. Hier zie je ook dat het vocht eruit loopt. Zo. En dan even doorroeren. Dan hebben we de tzatziki eigenlijk klaar. En zet die lekker in de koelkast. Laat hem even een minuut of 10 doortrekken. Super lekker zo. Kijk eens, hoppakeetje. Voor mij mag dat gewoon lekker, ja, ik doe het vrij à la minute, omdat ik wel lekker vind dat er ook nog een knispertje van die komkommer in zit. En andere mensen laten hem heel lang uitlekken en dan ben je wel de frisheid van je komkommer kwijt. Dus dat is een persoonlijke keuze wat ik het lekkerste vind, maar bij mij mag die zo zijn. Mooi stevig, mooi knisperend. Veel knoflook. Nou, zoals ik al zei, heb ik natuurlijk stiekem. Hier, kijk eens, hier staat hij lekker te puttelen. Deze staat er nu 35 minuutjes op. Je ziet dat hij op 170, 180 graden ongeveer lekker staat te pruttelen, indirect. En nu zijn mooi die smaken eigenlijk door elkaar heen getrokken. Nou, dat is wat we willen. Wat mooie olijfjes, zwarte olijfjes, mooie Griekse zwarte olijven, snij ik even fijn. Chef, ja? Als je dit in één grote open schaal maakt, hoe lang ben je dan ongeveer kwijt voor je bereiding op tijd? In principe is de oppervlakte hetzelfde, dus als je dezelfde hoogte maakt, dan zal het misschien 5 à 10 minuten langer zijn, maar dan is die gelijkertijd klaar. En als je dus, wat ik al zei, die aardappjes gekookt hebt, die zijn warm. En je maakt die saus nog lauw warm. En dan bouw je hem eigenlijk op lauw warm tot kamertemperatuur bouw je hem op. Nou, dan bakt hij zo'n 30, max 40 minuten. En als alles koud is, dan zal er een minuut of 10 ongeveer bij komen. En dan begin je even wat langer op lagere temperatuur. Nou, hier hebben we ontzettend lekkere moussaka. Eens even kijken. Dan gaan we eens even proeven uiteraard. Kijk uit, want het ding is loeiheet natuurlijk. Die staat de hele tijd te pruttelen. Kijk, je ziet hier mooi. Kom maar even erin met je camera. Die aardappels zitten. Die hebben mooi die saus opgenomen. Loeiheet. Zo, oeh. Echt warm. Heerlijk. Een tzatziki erbij. Ja, super lekker. Ik zeg een glaasje ouzo erbij. En we zijn compleet. We hebben de moussaka hier. Tzatziki erbij. Het gerecht staat al op internet. Volgende week gaan we naar Frankrijk. Gaan we Frie de Mer maken. Dus wat mij betreft zeg ik, olé, het zit erop. Oh shit, tricolat. Tot de volgende keer.